Wat moet, hoe moet ik beginnen? Hi! We gaan vandaag guacamole maken. We gaan guacamole maken. En dat is echt een van mijn favoriete dressings of toppings. Ik vind het heerlijk om op een broodje te smeren of lekker met wat tortilla chips. En wat erin zit is natuurlijk de avocado. Het is een heerlijke vrucht. Ik hou ervan. Ik eet het echt dagelijks. En daarnaast doen we het met cherry tomaatjes. En maakt het lekker fris. En de limoensap. We doen daar knoflook in, wat ui. En niet te vergeten de koriander met zwarte peper. We beginnen met de avocado. Ik heb een heel leuk trucje hoe je die opensnijdt. Het gaat helemaal rond. En dan breek je hem zo open. Dan schep je het met een lepel in het bakje waar je het wil hebben. En dan doe je met een mes, haal je die pit eruit. We gaan nu één teentje knoflook snijden. Ik hou van heel veel knoflook. Het is een goede antioxidant. Ik snijd het in grove stukjes, omdat we het straks toch gaan mixen. Er moet een half ui in. Die snijden we ook doormidden. Ik begin helemaal te tranen. Het is klaar. En dan gaan we dit allemaal lekker fijn malen. Oh, dit wordt al heerlijk romig, zoals je ziet. We gaan nu verder met de cherry tomaatjes. Het zijn er 4. Je moet ze van tevoren wel goed spoelen. Even wassen, zeg je dat zo? Ja? Dus je snijdt ze in kleine stukjes. Ik hou echt ontzettend veel van avocado's. Wat ik meestal doe, is op zaterdag ga ik altijd naar de markt. En dan koop ik echt superveel en voor heel weinig. Want zondag is de markt niet open. En dan heb ik een heel bak vol en dan meestal voor 2 euro of 1 euro. Dus dan ben ik helemaal happy. En dan heb ik zondag altijd heerlijke guacamole. Dus dat is echt een leuke tip. Als jullie naar de markt gaan, oh, dan heb ik de tip wel verteld natuurlijk. Nu gaat iedereen dit doen. Hebben we de cherry tomaatjes erin. Ui zit erin, knoflook. En nu gaan we naar het zout. Wat we nog missen is de koriander. Dan pak ik even 4 takjes. Het ziet er niet zo heel goed meer uit, die koriander. Vaak zo met koriander, het is gewoon lastig. Ik heb het al van tevoren gewassen. Dus daar moet je ook om denken dat je altijd weer, zoals ik al zei, ook met de cherry tomaatjes, dat goed wast. Nou, die snij ik ook in kleine stukjes. En daarnaast dan pak ik een limoen. Dat maakt het lekker zuur. En dan doe ik er een beetje overheen. En niet te vergeten natuurlijk de olijfolie. Goede vet. Omega 6. Zo, let op dat je maar 1 eetlepel erin doet. Anders wordt het te veel en te olieachtig. Nou, hebben we dat. En last but not least, lekker wat peper. And that's it. Lekkere guacamole. Heerlijk. Wil je nog meer van deze heerlijke, lekkere recepten? En vooral hele gezonde? Blijf me dan volgen. En ik ga lekker eten. Veel knoflook.